Dag allemaal, Vito, Art, we zijn er weer. Livestream voor jullie vanavond. We gaan lekker veel technisch aan de slag, lekker veel combineren. We doen wat krachtoefeningen tussendoor, maar de essentie die ligt vooral op de combinaties en de basis daarvan, dat we die gewoon lekker doornemen. We gaan steeds standjes hoger leggen, dus al met al wordt het een lekker uurtje, jongens. Ik hoop jullie klaar voor zijn. Ik wel, Art ook. We gaan lekker beginnen. Yes. Oké, we gaan lekker opwarmen, jongens. Dan doen we eigenlijk heel simpel met linkerbeen voor, rechterbeen voor. Als je links voor staat, maak je een dubbele jab met je voorste hand, linkerhand. Draai, stap in, jab 1. Goed die eerste twee knokkels, indraai, kin op de borst, gooi je schouder voor je gezicht. En neem je voorste been mee, hier vandaan. 1, schouder terug, 2. Heb je het gedaan? Andersom staan, gaat je rechterbeen voor. Handen weer hoog, ellebogen gesloten. Dan krijg je een dubbele rechte jab. Rechte jab. Weer die knokkels indraaien, kin op de borst. Hier vandaan, schouder terug en nog een keertje. Dan doen we even anderhalve minuut. Lekker voor jezelf. 1, 2 en switch om. Handen hoog. 1, 2. De tijd loopt, dames en heren. Maak nog geen switch. Gewoon puur eventjes. Twee keer een linker jab. 1, 2. Stapje om. Handen hoog. Twee keer een rechte jab. Je mag wel met de hakken van de grond, dus niet te statisch staan. Niet hier vandaan zo doen. Nee, ballen van de voeten bewegen. Dubbele jab. 1, 2. Draai om, handen weer hoog. 1, 2. Dus wanneer je het wisselt van been, handen bij het gezicht. En de bogen sluiten. Goed zo. Wat je nu een beetje mag gaan proberen, wanneer je die voorste hand geeft, stap in, pop, trek het terug en stap nog een keertje in. En dan stap je weer terug. Dus je stapt twee keer in. Wanneer die voorste jab gestrekt is, zet je voeten grond neer. Draai hem terug en stap weer bij. Haal lekker door. Nog 30 seconden. Haal die hand hoog. Goed blijven kijken ook. Misschien in de grond kijken wanneer je stoot. Kijk naar voren, maar hou je kin wel op de borst. Nog 10 seconden. Drie, twee, één. En rust. Om jezelf een beetje aan te leren om die kin nou in te pakken. Ik had vroeger altijd een sponsje. Sponsje door de helft knippen. Die training vasthouden onder je gezicht, onder je kin. Dan is je kin sowieso laag. Yes? Volgende. Handen weer hoog. Elleboog sluiten. Zijn we weer lekker in beweging. Gaan we nu een rondje vrij schaduwboksen. Lang stoten. Opstoten. Hoeken. Bodyshots. Van boven naar beneden boksen. Is je linkerhand weg, zit je rechterhoog. Is die rechter weg, zit je linker weer hoog. Tijd loopt, jongens. En blijf lekker in beweging. Lange stoten, opstoten. En ellebogen steeds plakken aan het lichaam. Gaan we lekker opwarmen. Heb je nou een zak thuis hangen? En je kan oortjes indoen. Of lekker op de speaker zetten. Doe dit op je zak, hè. Als je toch op hangen thuis, kun je net zo goed hier naar lekker vrij losboksen. Nu gewoon alles wat wij in de lucht doen, doe je thuis gewoon lekker op je eigen zak mee. Goed zo, blijf lekker bewegen ook. Af en toe mag je ook met je rechterbeen voor staan. Pak je een beetje je switch. Soms sta je rechts voor, soms sta je links voor. Blijf vanuit die basis werken. 6 seconden nog. En rust, goed. Gooi je arm even een korte stukje naar achteren. Neus in, mond uit. En kort stukje naar voren. Goed zo, grote rondjes naar voren. En grote rondjes naar achteren. En zet je voeten even tegen elkaar. Ben je even heel rustig met benen gestrekt naar voren toe. Voel een beetje die spanning op de hamstrings. Nee, kom misschien tot zijn knie, die tot zijn scheen, die tot zijn enkel, die tot de grond. Kijk hoe ver je zelf kan. En kom rustig omhoog.
Goed, schud ze even los. Oké, jongens. Nou, bovenkant lekker opgewarmd. Gaan we een klein beetje de benen opwarmen. Voeten heupbreedte, iets breder, maar tenenwijs een beetje naar buiten. Druk je knieën naar buiten. Krijgen we 1 minuutje langzaam. Rustig zakken voor een squat. En kom je omhoog. Maak je een front kick. Knie optrekken. Prik naar voren toe. En zak weer in. Knie optrekken. Prik naar voren toe. Tijd loopt. 1 minuutje. Trotse houding. Neus in de kom omhoog. Eerst je knie omhoog. Dan pas trekken. En dan ga je weer terug. Knie omhoog. Dan prikken. En haal die handen ook bij het gezicht. Als ik een rechter front kick maak, gooi ik mijn rechterhand altijd een beetje naar voren. Zo mijn linkerhand hoog zit. En links andersom. Eerst links en dan rechts. Heb je toch je dekking? Dus die stoot kan niet hier doorheen komen. Hè? Als ik zo sta, kan die stoot me wel halen. Als ik mijn handen een beetje naar voren gooi, heb ik in ieder geval die directe afgeweerd. Nog 10 seconden. Goed zo, hè? Eerste combinatie, jongens. Linkerbeen voor, rechterbeen achter. Handen hoog, elleboog gesloten langs het lichaam. Op mijn tel beginnen we een rechtse opstoot. Net op hier vandaan. Tip, ik laat die opstoot niet zien dat hij komt. Dus laat hem niet vallen om hem hier vandaan te scheppen. Of trek hem niet eerst hier naar achteren toe. Of je elleboog eerst omhoog. Nee, alles blijft gesloten. Ik zak een beetje door mijn benen heen. En als ik omhoog kom, gooi ik die opstoot vanaf mijn kin. Boom. Zo eronder. En ik gooi mijn rug erachteraan en mijn rechterheup. Dus niet zo blijven staan. Krijg je dit. En dan is mijn rug niet mee. Draai die heup mee. En gooi die rechterrugspier, die grote latissimus dorsi, die gooi je achter die opstoot aan. Yes? Let op, kom voorbij hoor. Na die opstoot, boom, staat je linker goed achter. Omdat je je heup en je rug hebt achteraan gegooid. Nu, gooi je gelijk een linker hoek erop. Let op, je stapt uit met je linkervoet, stuur die knie weg. Voor een rechter low kick, zet je been terug, dubbele linker jab, instappen. Wat we net op het begin deden met die dubbele jab, die gooien we nu achter deze combi. Dus je krijgt op mijn tel. Doe maar rustig mee, hè. Rechter opstoot. 1. Hier vandaan. Een linkerhoek. 2. Stap uit met je linkervoet, stuur je knie weg. Rechter low kick. Zet je been terug. Nu stap ik in. Jab, jab. En dan weer terug. That's it. Opstoot, hoek. Low kick. Terug. 1, 2. En stap naar achteren. Gaat het worden, jongens? Heb je? Yes. Mooi. Handen hoog. Elleboog sluiten en 1, op hoek, low kick, jab, jab. En goed staan. 2. Moet dus niet snel, technisch. 3, 1, 2, boom en dubbelen. 4. Haal die handen op. 5, op hoek. Low kick, een dubbele jab. Oh, één low kick. 6. 1. En gebruik die lange armen. 7. Dus met die jab, niet alleen met dit doen. Strekken, hup, strekken. 8. 9. Hou die handen hoog, elleboog gesloten. 10. Combinaties gewoon lekker technisch. Straks gaan we wat kortere combinaties doen. Dan gaan we iets hoger tempo draaien. Volgende. Zelfde been. Links voor, rechts achter. Let op. Handen weer hoog. Sluit je ellebogen.
Begin met een rechts directe, lange rechts cross. Wederom, let erop. Sla hem hier vandaan. Boom. Niet elleboog omhoog of trek hem naar achteren. Dan op je gezicht. Heup meedraaien. Zo, dan gooi ik hem erachteraan. Haal die elleboog zo lang mogelijk hier vandaan aan je lichaam. Yes? Na die rechtse cross, schouder terug voor een rechter opstoot. Linkerhoek, stap uit, rechter trap op het lichaam. Dus, lang cross met rechts, heup meedraaien. Nu schouder terug naar achteren. Opstoot, hoek, stap uit, rechter trap lichaam. That's it. Handen hoog. Beetje in beweging. Gaan we. En 1. Cross terug op hoek. En trap. En bewegen. 2. Helemaal terugdraaien. En goed samen. 3. Een plankje. Goed blijven ademen. Neus in. Mond uit. Last van de onderrug. Heupen wat hoger. Maak een beetje bollerig. Nog steeds last van de onderrug. Op de knieën. Yes. Geen last van de rug, maar last van de buik of de schouders. Even volhouden. 30 seconden nog maar. Blijf rustig ademen. Twintig seconden. Laatste. Ja. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. Nul. Goed zo. Lekker jongens. Kom weer omhoog. Ga gelijk lekker door. Met de handen hoog. Ellebogen gesloten. En weer lekker schuin weg staan. Dus let erop dat je niet te veel zo komt te staan. Dan lig je schouders eigenlijk op één lijn. Dus je voorste hand is een stuk minder lang. En er zit veel minder kracht achter en zeker achter die rechter. Dus links is voor. Linker schouder zit op één lijn met je linkerbeen. En je rechter schouder staat op één lijn met je rechterbeen. Lekker schuin weg staan. En je bent ook minder makkelijk te raken op je buik. Lekker schuin hier vandaan. We beginnen met een linkerhoek. Let op. Handen hoog, elleboog gesloten. Je draait je linkerschouder, pap, stukje terug naar achteren. Hier vandaan maken we gelijk een linkerhoek. En rechts staat klaar voor een lange rechtse cross. Leun op je voorste been voor een linker bodyshot. Die schep je erin. Pat. Je trekt links terug. Schouder gaat naar achteren voor nog zo'n linkerhoek. Handen omhoog voor een rechter knie. Pop. En dan stap je weer terug. Dus je hebt linkerhoek, rechtse cross, linker bodyshot, draai terug voor weer een linkerhoek. Hoek, lang, leven. Dat is stapje 1. Komt ja. Rustig aan, hè. Draai terug. Stapje 1 nu. Linkerhoek, rechts directe, linker bodyshot. Schouder terug, sluit je elleboog. Linkerhoek, hand omhoog voor een rechtse knie. That's it. Yes? Vind je nou lekker om een trap te maken? Mag dat ook wel. Lichaamstrap met rechts. Of een low kick met rechts. Wat je zelf wilt. Yes?
Ik zou voor de knie gaan. Waarom? Omdat je na die hoek lang body draaien hoek toch lekker dichtbij staat voor die korte hoek. Je gelijk die knie optrekken. Yes? 15 stuks. Gaan we handen hoog. Lekker bewegen. En 1. Hoek lang leven draaien hoek. Knie. En goed zo. 2. 1, 2, 3, 4. Boom. En we handen hoog. 3. 1, 2, leven hoek. Knie. Mooi. 4. 5. Duidelijk verschil tussen hoog en laag, jongens. 6. Dus die hoek lang is hoog en nu zakken. Dan weer omhoog. 7. 8. Goed zo. Lekker. 9. Nou, hou die handen hoog. Met die knie, jongens. 10. Hoek lang body. Hoek. Knie. En we goed staan. 11. 12. 13. 14. En de laatste. 15. Volgende. Handen hoog. Links direct. Linker jab. Boom. Kind de borst gooien, schouder voor. Rechts. Lange rechte eroverheen. Nu is het links klaar voor een linkerhoek. Volgen met een rechtse opstoot. Wederom rug. Echt meenemen. Switch. Voor een linkerknie. Dus je hebt lang, lang hoek. Op. Switch. Knie. Eén keer langzaam. Linker jab. 1. Kind de borst. Rechts cross. 2. Links is nu klaar. Zie je dat heup meedraaien? Nu staat die linker achter. Voor een linker hoek. Draait die heup mee. Staat gelijk die rechter klaar. Voor die rechter opstoot. En je gooit weer je rug. Boom. Achter die opstoot aan. Nu. Aan je linkerhand erbij. Pak je dat kruintje een beetje vast. En dan gooi je een hoge knie erin. Yes. Je mag hem dus zo geven. Je mag ook je dekking hoog houden. Gooi je losse knie erin. Yes. Komt ie aan. Handen hoog. Eén keer heel langzaam. 1, lang, lang, hoek, op, switch, knie. En goed staan. Komt ie. 1. En handen hoog. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Netjes, handen hoog. 8. Lang, lang, hoek op. Switch, knie. 9. 10. 11. Handen hoog. 12. 13. 14. Laatste. 15. En we gaan planken op de ellebogen. Maar nu stap je rustig eerst met je rechtervoet helemaal terug. Zit naast je linker. Neem je been terug. Last van de rug of te zwaar? Blijf de normale plank aanhouden. We gaan beginnen over 3, 2 en 1. Tijd loopt weer, dames en heren. Controleert. Span goed die core aan. Is die terug. 45 seconden nog, jongens. Blijf ademen. Last van de rug. Ga gewoon het hoofd staan. Nog steeds last op de knieën. Laatste 10 seconden.
En 0. Lekker bezig, dames en heren. Pak even snel een stokje drinken. Korte pauze. Gaan we zo verder. Lekker bezig. Zo, nou jongens, zijn we lekker opgewarmd. Gaan we nu het tweede gedeelte gaan we een beetje knallen. Net even tempootje ietsjes hoger dan net. We hebben best wel veel basisdingetjes gedaan. Nu gaan we het tempo ietsjes opschroeven. Dus ik ga ietsjes minder uitleg geven over de techniek. Ik ga gewoon ietsjes meer wat hoger tempo draaien. Maar dat kunnen we wel. We beginnen weer met de combinatie, jongens. Let op, handen zijn hoog. Ellebogen zijn er gesloten. Begin met een lange rechts cross. Boom. Lange rechter. Kin op de borst. Gooi je schouder voor. Hier vandaan krijgen we meteen een linkerhoek. Rechts is klaar voor een rechtse opstoot. Links is klaar voor een linkerhoek. Uitstappen. Rechter low kick. Dus je hebt lang, hoek, op, hoek. Boom. Gooi naar het been toe. Dus een keer langzaam. Rechts directe. Links is klaar voor een linkse hoek. Rechts staat klaar voor een rechtse opstoot. Links staat klaar voor weer een linkerhoek. Wat ook belangrijk is, stap uit deze rechterbaan. Dus je linkervoet stapt echt open. En dan gooi je die low kick erop. Als je een klein beetje van de zijkant pakt. Je wil een stoot, hoek, op, hoek. Boom, low kick. En dat gaat er worden. Iets hoger tempo dan net, jongens. Hand hoog, elleboog stoot. En hey, lang hoek, op, hoek. Low kick. Helemaal goed zo. 2, 3, 4, 5, lang hoek op hoek, low kick, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 15. Minuutje kickboksen, kom maar jongens, go! Voor jezelf, 1 minuutje vrij kickboksen. Denk erom, handen zijn hoog, ellebogen zijn gesloten. Daar vandaan werk je. Knietjes, handen hoog. Low kicks, handen bij het gezicht. Houd vol, jongens. Voor jezelf. Lekker uit, hoog tempootje. Je mag lekker moe worden. Blijf ademen. Netjes. Neus in, mond uit. Wat dat goed doet, hij beweegt lekker om zijn as heen. Draait goed mee. De dekking zit steeds hoog. Netjes. Lekker. Goed zo. Been erbij gebruiken. Combineren is het belangrijkste. Ga lekker door. Ondertussen praat ik gewoon nog even korte tips. Als je dan met een linker eindigt, kun je het beste eventjes met je rechterbeen volgen. Boom, low kick, knie, middle kick, maakt niet uit. Eigenlijk met een rechtse staat je linker bovenkant van je lichaam achter. Nu hoef ik alleen maar een switch te maken. Dan kan ik zo mijn linkerbeen erop gooien. Yes? Wel altijd je schoppenknieën inleiden. Dus niet zomaar lukraak. Hup. Low kick trappen, zo zacht gaat het goed, maar ben je bezig, dan zie je hem toch best makkelijk aankomen, inleiden. Stoten, 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 ben je klaar met je stoten, afronden met het been. En wil je lekker doorgaan, dan kun je naast zo'n low kick meteen weer instappen en volgen met dingetjes, jongens. Hou voor me, 10 seconden. Lekker, ietsje langer dan een minuutje, van mij, excuus. Netjes, is goed. 3, 2, 1, 0. Zie je goed samen wat deed? Deed hij goed. Ook als je schaduw kickbox, een keertje verdedigt, ook geen kwaad. Dan kom ik in low kick, pap, been optrekken. Of kom ik in schop, blokken. Yes? Zag je wel wat goed is? Probeer thuis ook een beetje mee te nemen. Van eerst schaduwbox, of nou voor de spiegel, of op de zak. Af en toe blok, kan geen kwaad. Yes? Dat is lekker. Wat combinatie, jongens. Handen weer hoog. Ellebogen gesloten.
Dit is een combi, die doen we achter elkaar door van 90 seconden. Dus let goed op. Hij kan ook in één keer achter elkaar door. Ik doe hem eventjes zo voor, kun je hem goed meedoen. Begin met een rechtse cross. Boom. Hier naar linkerhoek. 1. Rechter low kick. Achter je neer, meteen in een rechtse cross. Switch. Linker trap op het lichaam. Zet links naast rechts. Gaat rechts terug. Meteen weer die rechts directe. Linkerhoek. Rechter low kick. Terug. Lange rechtse. Switch. Linker trap. Cross. Hoek. Low kick. Cross. Switch. Trap. Hup. Cross. Hoek. Low kick. Cross. Switch. Trap. Dan gaat hij wat sneller. Kun je hem gewoon achter elkaar. Kun je hem steeds weer doorgooien. Yes, 5 dingetjes jongens. In 3, 2, 1, we zijn begonnen. 1, hoek, low kick, rechts cross, switch, trap. En weer stoot, hoek, low kick, stoot, switch, trap, stoot, hoek, low kick, stoot, hoek, low kick, rechts cross, switch, link, trap. En weer stoot, hoek, low kick, slang, trap. Lekker. Heb je hem onder de knie, ga je steeds wat sneller jongens. 1, 2, trap. Boom. Trap. Ik blijf hem lekker langzaam doen. Kun je goed kijken. Probeer het tempo thuis op te voeren. Minuutje nog. Hou vol. Handen hoog trappen. Hou vol jongen. Kom maar, tandje erbij. 15 seconden knallen. Lekker. Stoot hoek, low kick. Wap, stoot, switch, trap. 7, 6, 5, 4, 3, netjes, 2, 1. Planken weer. Maar nu. Schuin. Hier naar rechterheup, naar de grond. Terug, linkerheup. 1 minuut in 3. 2, 1, let's go. Dan heb je weer last van je onderrug. Heup iets hoger. Als je bijvoorbeeld zo'n blessure aan zijn rug ziet, maakt die draaiing niet. Dus heb je een blessure, hou je gewoon de vaste plank vast. Dan krijg je last van je rug, heup wat hoger. Geen last van de rug of blessure, kun je wel. Ga even 1 voor 1 naar beneden. Wel gecontroleerd. Pak je goed je schuine buik mee. Tien seconden. En rust. Oké, netjes. Hey jongens, we pakken even een tabbetaartje tussendoor. We lopen een beetje tegen het einde aan. Dus we gooien even een tabbetaartje erin. Tabbetaartje technisch. Tabbetaartje op kracht. Nu op kracht gaan we ons opdrukken. Van 20 seconden. De ene doet misschien 5, die 10, die 15, die 20, 30. Maakt niet uit, eigen tempo. Dan gaan we schaduw kickboksen op techniek. Wat wil zeggen, je armen worden wat zwaarder zometeen. Maar je moet steeds je handen hoog hebben. Ellebogen zijn gesloten. Hierna ben je bezig. Heus wel een beetje op tempo. Wanneer je er zo uit komt te zien, jongens. Links weg rechts hoog, rechts weg links hoog. Volg je, focus je nou even op de techniek. Handen hoog en de boven sluiten. Yes? We beginnen met opdrukken. 3, 2, 1. Let's go! Of je nou breed pakt, of op je vuisten, of wat smaller, maakt niet zo heel veel uit. Drie, twee, één. Nul. Kom maar staan. 10 seconden rust, gooi het even los. 4, 3, 2, 1. Technisch knokken, jongens. Doe een beetje de dingen die je hebt geleerd vandaag. Of in de voorgaande trainingen. Maar hou die handen steeds hoog. Goed kijken, je mag wegslippen. Je mag ook blokken. Daarvan reageren. 3,
2, 1, 0. Lekker, gaan we de grond doen. Opdrukken. 3, 2, 1, let's go. Tien seconden. En kom staan. Na dit rondje tot op de helft van deze tabata. 4, 3, 2, 1. Knallen weer. Technisch jongens, technisch vooral. Sipaat goed zijn handen hoog. Zijn elleboog is nog steeds gesloten. Dus dit is belangrijk. Ik heb basis. Weet je het even niet meer? Pak de jabs erop. Lekker aan het dubbeltje instapt. Kalk dus achteruit. Rest. 10 seconden rest. Push-ups weer. Lekker. Nu gaan we een beetje voelen. 3. 2. 1. Let's go. Haal weer het maximale uit jezelf nu. Kom maar staan. Ga ik je handen hoog. Dan ga je het voelen in je armen. 3, 2, 1, go. Kom maar knokken weer, jongens. Technisch moet hij kloppen. Steeds je handen bij je gezicht houden. 3, 2, 1. Rust, nog één setje van beide jongens. Push jezelf, hè. Armen worden niet wat zwaarder. 3, 2, 1, let's go. En rust. Lekker neus in mond uit. Goeie. Tabataatje, best pittig. Kijk, aan de grond, jongens. Ga gelijk door. Crunches. Voet op de grond. Handen achter de oren. Als je omhoog komt, klein stukje. Maak je even links-rechts. 1, 2 en terug. Tussen je been door. Hier vandaan. Ja, dus je hoeft niet helemaal omhoog. Dus geen sit-up. Korte crunch. 1, 2. En terug. En 3, 2, 1. Doe maar. Heel goed. Handen achter de oren, kind borst, fietsen en draaien. Rechte knie bij de borst, de linker elleboog, linker de rechter. 1, 2. Last van je rug, ga je been iets hoger. Nog steeds last van de rug, mag je ook voor kiezen om je hoofd heen te laten liggen. Handen onder de billen en langzaam te fietsen tot de pijngrens. Gaat die lekker draaien, gewoon goed in. De tijd loopt, dames en heren, nog 30 seconden. Goed. Twintig seconden. Hou het lekker vol. Hierna ga je gelijk staan.
ga je weer vrij schaduw kickboksen. Ietsjes hoger tempo nog dan het technische aspect wat we net deden. Dus nu mogen we echt een beetje moe worden. Maar op mijn tel. 3, 2, 1. Kom lekker staan, jongens. We hebben een rondje van 3 minuten. Het is een lange ronde. Schaduw kickboksen. Als ik zeg 1, maak je een dubbele jab met links. Boom, boom. Of is het vooruit, of is het achteruit. Zeg ik 2. 1, losse, rechtse, opstoot. Boom. Die gooi je de rondes ongeacht. Wat je ook doet. 1. Dan gaan we meteen weer door boksen. 2. Boom. Gooi hem eronder. En bij 3. Korte burpee met push-up. That's it. Perfect. Tijd loopt over 3. 2. 1. Let's go, jongens. Handen hoog. Blijven tikken. En 1. Dubbele linker jab. En weer boksen. 1. Ja, goed. Alles mag, hè. 2. Rechtse opstoot. Boom. Helemaal goed staan. En denk erom met die opstoot, hè. Gooi die rug. Tak erachteraan, jongens. Nog een keertje. 2. Helemaal goed staan. Drie. Eén. Twee. Eén. Twee. Twee. Drie. Hou voor, hou je handen hoog, jongens. Kijk, keurig. Eén. Dubbele jab. Goed zo, neus in, mond uit. Zo, ja, dit is goed. Dat is lekker veel bewegen, veel combineren. 2, rechts opstoot. 2, goed. En meteen door combineren, zie je dat? Dat is goed. 3. Netjes. 3. Goed zo. 1. 2. Netjes. 1. Goed zo. Laatste 30 seconden, jongens. 3. Lekker, hè? We staan. Houd je handen hoog. Sluit die ellebogen, jongens. En heel belangrijk, denk nou aan die basis. 1. Dubbel jab. 1, 2, jab, jab, op. Lekker. 1, 2, jab, jab, op. Helemaal goed staan. 2, 1, 2, 2, 1, 3. En rust. Goed, lekker. Hey, we gaan even rustig liggen op de grond, jongens. Lig op de rug. Maak jezelf even helemaal lang. Laat je als een soort X lekker liggen. Neus in, mond uit. Controleer hier voor jezelf je ademhaling. Laat die hartslag lekker zakken. Goed. Pak die rustige rechterknie. Maak even korte rondjes met de heup. Leg je rechtervoet even over je linkerbeen. Rechterarm gestrekt. Naast je, daar kijk je ook naar. Met de linkerhand pak je de buitenkant van de knie. Terwijl je schouder op de grond blijft, trek je die langzaam naar de grond toe. En
wissel om. Andere been trekken in de borstkot, een rondje draaien. Andersom, linkerbeen op een rechterbeen. Pakken we de rechterhand de buitenkant van het been. Linkerhand trekken, kijk ook naar, trek hem langzaam naar de grond toe. Goed. Schud de benen even los op de grond. Laat ze even van links naar rechts wiegen. Goed, rek je nog één keer helemaal uit. Neus in. En als je uitblaast, kom je omhoog. Goed zo. 1 seconde zitten. Als je één keer gaat staan, kun je net een beetje koekoek worden. Dus voorzichtig omhoog komen als het gaat. Jongens. Dit was weer de livestream van vandaag. Had top gedaan. Ging lekker. Veel technisch gewerkt. Op het einde een beetje tempo opgeschroefd. Nou, gaat lekker jongens. Neem het lekker mee voor je volgende trainingen. Dat je denkt aan de technische dingetjes. Voor nu, super goed gedaan. En tot de volgende keer weer. Right, eet smakelijk. Ja.